Hallo iedereen, het is nu donderdag 7 april en het is 1:30 's middags ongeveer. En ik sta wederom op het punt om op pad te gaan. Misschien is het wel even handig om bij te zeggen dat ik eigenlijk niet langer dan een week thuis ben de laatste tijd. En dat komt omdat ik gewoon, ja, ik ben gewoon heel veel, ja, ik ben weinig thuis. Ik ben veel onderweg. Ik ben veel dingen aan het doen. Ik ben veel in Groningen. Of ik ga naar mijn moeder toe. En ja, weinig thuis eigenlijk. En nu is het wel heel spannend, want ik ga zo onderweg naar Leeuwarden. Waar ik een bed and breakfast heb geboekt voor vannacht. En dan is morgenochtend de toelating voor de opleiding die ik zo graag wil doen. En ja, ik kan niet echt zeggen dat ik super zenuwachtig ben. Maar het is wel zo van, weet je, ik heb zo lang naar dit moment toegewerkt. En ik wil het gewoon heel graag heel goed doen. Dus het is wel echt zo'n the moment of truth. Maar ja, ik heb gewoon heel veel zin om nu naar Leeuwarden te gaan. En daar dan te slapen vannacht. Toch een beetje, ja, ergens, als je ergens in een bed and breakfast of hotel zit, is dat toch altijd weer. Dus ik vind het altijd wel leuk. Het heeft iets heel, ja, gewoon iets heel leuks. Iets waar ik altijd gewoon wel heel vrolijk van word of zo. En dan, ja. Dus ik ben benieuwd hoe mijn kamer is. En ik ga nog even in Leeuwarden rondlopen. En dan ergens wat te eten halen. Want ik ben ongeveer om 5 uur daar. Dus zodra ik ben ingecheckt, ga ik waarschijnlijk even rondkijken en ergens iets eten. En ja, ik ben gewoon heel benieuwd. En dan ga ik, nadat ik in Leeuwarden ben geweest, ga ik eigenlijk, dus vrijdag ga ik waarschijnlijk naar Ricky toe. En dan blijf ik dus de rest van het weekend in Groningen. Tenminste, dat is de bedoeling. Het kan zijn dat we plannen veranderen en dat we toch weer naar mijn huis gaan, maar voor zo ver staat het er zo voor. Dus ik ga nu verder mijn spullen inpakken. En dan ga ik zo weer weg naar het station. Dus hier komt waarschijnlijk weer een Sorsja's onderweg in de trein montage. Al wel een tijd hier, of tenminste, ik ben om 5 uur met de trein aangekomen in Leeuwarden en toen moest ik een kwartiertje hier naartoe lopen. En ja, het is een prima kamer en het is klein, maar ik heb gewoon een eenpersoonsbed en ik heb een eigen waterkoker en een tv en ik heb ook alweer TLC aanstaan. En ik heb een badkamer met eigen bad, dus ik ga zo lekker in bad. En ja, het is nu inmiddels alweer 7:30 bijna, 7:15. En ik ben eigenlijk, toen ik hier aankwam, heb ik even mijn telefoon opgeladen. En toen ben ik naar het centrum gelopen. En daar heb ik een beetje, nou ja, ik moest natuurlijk wel eerst even zoeken. Het was ook wel een stukje lopen, wel 20 minuten of zo. Maar ook weer niet heel erg zo. En toen heb ik daar even rondgelopen en een beetje geshopt, een beetje rondgekeken. En ja, het was gewoon wel leuk. Ik was wel even toe aan een shoptripje. Want ik was wel een beetje, ja, zenuwachtig vandaag. Ik zat niet zo heel lekker in mijn vel. Dus ja, ik was wel echt even toe aan een shoptripje. Dus dat heb ik gedaan. En nu ben ik weer terug. En ik mocht iedereen, ja, iedereen zei van, ja, je moet jezelf gewoon lekker verwennen, weet je, Ricky en mama. En ik dacht, nou ja, weet je, dat moet ik eigenlijk ook wel eventjes doen. Dus ik heb sushi besteld. Dus als het goed is, wordt het zo hier langs gebracht. En dan ga ik lekker sushi eten en tv kijken en in bad. Dus ja, zo staat het er nu voor. En dit is allemaal wel prima. Ik ga lekker ontspannen vanavond, zodat ik morgen lekker fit ben. Mijn sushi is er!
Goedemorgen. Het is nu de volgende dag en het is 7:30 en het is de dag van mijn toelating. Ik ben een half uurtje of zo. Nee, ik ben drie kwartier hier al wakker. Ik heb net gedoucht en ik ben eigenlijk best wel ontspannen. En ik heb er vooral nu gewoon heel erg zin in. Ik zit echt helemaal in een goede mood. Dus ik denk dat het vandaag wel goed gaat gaan. Ik heb geen idee hoeveel ik verder film van vandaag. Het kan best wel zijn dat het nu naar het eind van de dag is. En dat ik vertel hierna hoe het was. Maar ja, ik heb er heel veel zin in. En goed komen. Daar geloof ik in. Ik ben nu bij Ricky thuis. Zeg hallo. Hallo. En ze is nu na de toelating. En ik ben vet moe, maar het was wel heel leuk. En het ging ook gewoon heel goed. En het was gewoon een hele comfortabele sfeer. Dus het was heel fijn. En uiteindelijk heb ik nog iets gefilmd. Want we werden zeg maar in groepjes gedeeld. En toen hebben we een nummer geschreven. En hier is een klein stukje daarvan. Ik weet het al goed, ik was hopeless. Je bent broers en je wijf en behopen. En je maat is leeg en je loopt net. Je hebt een check aan je zij, maar een hoop stress. En ik ga met de discus uit onder. Ik ben op zoek naar die route, je wil progress. En je zit er doorheen bij je broodse. En je beurt op die beurt, hoe het open. Dat was leuk en dat ging goed. En ja, ik heb er gewoon wel een goed gevoel over. Maar ik ben, zeg maar, hoe leuk. Ik vond het heel leuk, maar ik ben nu wel blij dat het gewoon weekend is en dat ik gewoon lekker kan relaxen. En dan, ja, maandag krijg ik de uitslag. Dus ik hoop dat ik ben toegelaten. En dan kunnen we blij zijn of niet blij zijn. Maar nu lekker ontspannen. Toch? Ja. Ik ben Licky. No. Ga je nu expres raar doen de hele tijd? Wat? Het is gelukt. Welke is dat als chef? Heb je die gespeeld ook nog? Zeker. Dat is de remake van Sapphire? Ja, dat snap ik. Oh, Alpha Sapphire. Ja, precies. En nu? Is het tijd? En die heb ik nog nooit gespeeld. Nee. Lekker boormachine geluid. Het is vandaag maandag en we hebben een heel fijn weekend gehad. En vandaag is de dag dat ik de uitslag hoor van de toelating. En ik ben nog niet echt zenuwachtig. Ik denk wel dat ik ben toegelaten. Maar ja, ik wil gewoon wel graag een bevestiging nu horen. Dus we gaan het horen. Ik word als het goed is vanmiddag gebeld. En we gaan het zien. Ik ben nu nog bij Ricky thuis. Ik ga vanavond weer naar huis. En ik doe gewoon lekker rustig aan vandaag en ja, ik hoop dat ik snel de uitslag krijg. Het prikken. Ik kan wel zijn dat het nu mijn spreking is. Ken. Ik ben toegelaten. Lukt niet. Goed. Kijk er zelf nog wel in. Kijk, zo, Nee, nou, maar ik krijg ze, zeg maar, degene van het secretariaat heeft mij gewoon gebeld.
En ja. Die weet, dat hebben ze ook verteld toen, zeg maar, toen ik daar vrijdag was. En die weet er verder niks over. Maar ik krijg een, dat vind ik echt heel netjes van ze. Ik krijg een hele motivatiebrief thuis gestuurd. Met alle, zeg maar, de dingen die ze goed vonden. En de dingen die ik bijvoorbeeld nog, waar ik aan kan werken. Gewoon een hele evaluatie krijg ik thuis gestuurd. Oké. Ja, dus dat krijg ik binnen een paar weken of zo, krijg ik dat binnen. Maar verder, nee, ze hebben gewoon gezegd dat ik ben aangenomen. Geweldig. Ja. Nou, ik ben echt zo, ik realiseer het me nog niet, maar ik ben echt heel opgelucht. Ja, het is gewoon ontzettend spannend, want ik zie dat er zitten daar voor jou en heel veel mensen, maar ja, weet het. Moet ja, zij natuurlijk ook vinden. Ja, precies, wat voor mensen er verder gereageerd hebben. Ja. Wat die zijn, moeten dan toch keuzes maken. Ja. Ja, gewoon wat fijn, schat, wat heerlijk, hè? Ja. Nou, dan dat is heel mooi, hè? Ja. Dinsdag en ik ben weer thuis en ik ben nog steeds heel blij omdat ik ben toegelaten. Maar het voelt ook niet alsof het nog helemaal bezonken is, maar ik ben wel heel opgelucht dat ik ben toegelaten. Nu weet ik gewoon zeker dat ik het ga doen en nu is alles toch een stukje vaster en alles is een stukje duidelijker en daar ben ik heel blij mee. En ja, ik ben gisteravond weer thuisgekomen. En vandaag ben ik gewoon weer een beetje aan het opruimen. En over anderhalf week ga ik alweer naar mijn moeder verhuizen. En ja, daarna, hoe snel of hoe niet snel dat gebeurt, verhuis ik naar Groningen voor september in ieder geval. En ga ik op zoek naar een kamer, dus binnenkort daar. En ik ben nu in mijn kamer mijn spulletjes dus weer aan het oppakken, of aan het inpakken. En er zijn delen die ik meeneem naar mijn moeder en andere delen die ik gewoon ga opslaan. En dat ben ik nu gewoon een beetje aan het uitzoeken en zo. En ja, dat is eigenlijk wat ik nu een beetje aan het doen ben. Ik heb bijvoorbeeld hier deze lades heb ik opgeruimd. En hier zit alles in wat niet mee hoeft. En hier dingen in die wel meegaan. Ja, zo ben ik gewoon een beetje aan het werk. Dus voor nu sluit ik deze vlog af. En dan zie ik jullie snel weer.